Heb je een beetje voorbereid op vandaag? Ja, zeker. Ik heb heel veel vragen bedacht. Wat voor vragen heb je allemaal bedacht? Nou, wie de meeste zwalbers op de training maakt. En als je tevreden bent met je eigen FIFA-rating. Dat zijn hele grappige en leuke vragen. Vind je het een beetje spannend? Ja, wel een beetje. Waar verheug je zo meteen meestal? Nou, dat ik die spelers kan zien en dat vind ik gewoon heel erg leuk. Hey, wat gaat er vandaag gebeuren? Ja, ik ga wat vragen stellen aan Ajax-spelers, ja. En hoe ben je hier terechtgekomen? Nou, ik had een vraag ingestuurd en toen daaruit vonden ze mijn vraag heel goed. Van wie hoop je zo meteen een handtekening te krijgen? Van wie je verkiest? Liefst van Hato, want ik denk dat hij misschien wel het beste wordt. Ja. Heel veel plezier, geniet van. Dank je wel. Heb je wel eens gedaan alsof je niet lekker was, zodat je een stomme training kon overslaan? Nee, bij voetbal deed ik dat nooit, maar wel op school. Maar ik zou het je niet aanraden. Gewoon altijd naar school gaan en altijd naar voetbal gaan. Marta. Ik weet niet wat je achternaam is. Dat is achternaam. Marta is zijn achternaam. Het is Arjani Marta. Oh. Spaart u ook voetbalplaatje van Pamanini? Hangt uw eigen plaatje boven het bed? Nee, ik spaar ze niet. Maar vroeger heb ik wel heel veel gespaard. Vroeger hadden we All-Stars. Maar die hadden zeg maar van die, wat je altijd topscorers en zo. Dus had ik al die kaartjes. Maar nu ben ik iets te oud ervoor misschien. Wie van jullie luistert altijd naar de slechtste muziek? Enes Salahidi. Als die geconnect is met de box, ben ik niet altijd blij mee. Nou, als je geen voetballer was geworden, welk beroep had je dan gekozen? Zo, dat is een hele goede vraag. Ja, wat was ik gewoon? Ik denk golfer of zo. Oh. Nou, toch iets in de sport. Wie is de beste tegenstander tegen wie je gespeeld hebt? Ja, Messi wel. Vorig jaar tegen Paris Saint-Germain was natuurlijk Messi, Neymar en Mbappé. Op dat moment was Mbappé denk ik de beste, maar om ooit tegen Messi gespeeld te hebben, toch de beste ter wereld ooit, is dan toch wel, kies ik toch voor hem. Ik heb een vraag aan Jorre Hato. Wat mocht je vroeger nooit van je papa en mama, maar deed je stiekem toch? Heel veel dingen. even denken. Ik mocht nooit in het huis voetballen, maar als ik dan alleen thuis was, deed ik het wel. Ja. En hoeveel lampen zijn er gesneuveld? Geen lampen, maar wel de tv. Welke speler is volgens jou het leukst gekleed en welke heeft het mooiste kapsel? Goeie vraag ook. Magda op het moment, mooiste kapsel. beste kapsel denk ik gewoon mezelf. Wie maakt de meeste zwalbers op de training? Ik vind dat Divine Ranch vaak op de grond ligt en dan in één keer weer opstaat, dus ik kies wel voor hem. Van wie wilde jij graag een handtekening toen je klein was en waarom? Vroeger wilde ik altijd een handtekening van Ronaldo en nu nog steeds eigenlijk, want ik heb hem nog niet gehad. En voor de duidelijkheid, Ronaldo is beter dan Messi. Echt waar. Wie in de selectie heeft de grappigste bijnaam? Grappigste bijnaam? Ja, Joël is heel goed in bijnaam. Kan je even die van Kenneth doen? Van Kenneth? Ja. Kenneth. Patatje? Patatje, dat ben ik met die mensen. Oh, Naked? Ja. Kijk, hun draaien zeg maar die letters om. Ik weet ook niet waarom ze dat doen, maar dat blijkt grappig te zijn. Ja, dat is de trend nu, dus. Hoe heet jij? Ja, dan zou ze tegen jou Suug zeggen. Suug. Ja. Ja, zelfs hun vinden het niet grappig. Moet je nagaan. En ligt niet aan mij, hè? Bij welke club ben je begonnen en waar heb je nog meer gespeeld? Ik ben begonnen bij IVV De Zwervers. En toen ging ik naar... Wil je dat ik het echt zeg? Toen ging ik naar Feyenoord. Amateurs, Feyenoord Amateurs. En van ja, daar ging ik naar Sparta. En nu ben ik hier. Ben je tevreden met je eigen FIFA-rating? Wat is mijn FIFA-rating? Ik weet het niet uit mijn hoofd. Dat weet ik ook niet precies uit mijn hoofd. Nee, maar volgens mij zal het wel ergens in de 60 zijn. Dat is voor nu nog oké, maar over een paar jaar dan moeten we richting de 80 minimaal. Ja, vind ik ook. Branko, wat vind je leuker? Deze persconferentie of wat je normaal hebt?
Ja, dat is makkelijk in te vullen. Deze was veel leuker om voor die kinderen vragen te stellen die over dingen dat ze leuk vinden en zo. Hoe is het ja, eigenlijk die gezichtjes van die kinderen zo te zien? Ja, dat is gewoon puur, snap je? Dat is gewoon mooi om te zien. En ik wist zelf ook nog toen ik zo klein was, ja, dat je ook naar het stadion gaat, dat je ook wedstrijden gaat kijken. En dan, ja, ik weet hoe hun zich voelen, dus ja, mooi om dan toch voor hun ook iets kleins te doen. Vind je ervan dat dit er eigenlijk is? Ja, top. Ik denk dat dit voetbal is. Je maakt die kinderen blij en ook oude mensen maak je blij. Maar dat is uiteindelijk waarvoor je voetbalt en waarom het zo leuk is.